Hallo beautiful ladies, groetjes uit Bali. Ik ben goed aangekomen en we kijken in deze video terug op wat ik afgelopen week heb gedaan. Ik ga niet beloven dat ik dit elke week ga doen, maar ik probeer wel mijn best te doen daarop. De dag voordat ik wegging had ik een laatste datedag met mijn vriend. En als je tips zoekt voor leuke dates in Amsterdam, dan is dit misschien wat voor jou. Als eerste gingen we lunchen bij het Vlaams Broodhuis. Daarna volgt een bezoekje aan het Rijksmuseum, wat helemaal is opgeknapt. Voordat ik wegging, wil ik deze nog even zien. En het was zeker indrukwekkend. Het is echt heel mooi geworden. Daarna volgt een diner bij George, waarbij ik heel YOLO een pasta heb genomen. Super lekker eten hebben ze daar. En we zijn naar George gegaan, vlakbij het Leidseplein. We sluiten de avond af met de film over Stephen Hawking, The Theory of Everything, als ik het me goed herinner. Super mooie film, echt een aanrader als je hem nog niet hebt gezien. De laatste nacht is natuurlijk best wel heftig, omdat ja, het is de laatste nacht dat ik en mijn vriend met elkaar doorbrengen. Maar we hebben gewoon hele goede gesprekken gehad en de dag daarna op Schiphol joinen mijn ouders ons en mijn beste vriendin Nadine. Hallo! Yes. Hebben jullie nog laatste woorden? Nee. Ja, Lies. Oké, ik heb tijd van je leven. Ja. Ja, ik heb het gegeven. 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 En veel plezier met je broertje. Ja. En de groetjes aan Sinisha. Ja, ja. 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 Ik kan het niet. Ik ben een beetje te doen. Nee, maar geniet ervan. En ja, maak mooie filmpjes voor ons zodat we even nog komen. Ja. En ja, naar de strand gaan, dat sowieso. Voor ja. Mij moet je zeker één duik nemen. Elke dag. Sowieso. Afscheid nemen is nooit leuk, maar gelukkig heb ik ook Masha net even een knuffel kunnen geven voordat ik in het vliegtuig stap. Zij is letterlijk van de andere kant van Schiphol na 9 uur vliegen vanuit Aruba naar de andere kant van Schiphol gerend. En ja, ik vond het zo leuk. En dan gaat het toch echt gebeuren. Het vliegtuig gaat de lucht in. Ik vlieg met Malaysian Airlines en moet natuurlijk instant aan MH17 denken. Wat super confronterend is, want natuurlijk zaten er ook mensen in het vliegtuig die ook misschien dezelfde droom hadden als ik om rond te gaan reizen en backpacken. En dat eigenlijk nooit hebben kunnen waarmaken. Dus vanuit een soort van solidariteit heb ik een Hunger Games tribute gedaan, omdat ik er gewoon echt heel erg mee in mijn hoofd zat. I remember you en je mag mee op mijn reis als jij je droom niet hebt kunnen waarmaken, was een beetje de gedachte daarachter. Voordat ik het weet, landt het vliegtuig al in Kuala Lumpur en is het nog 3 uurtjes vliegen naar Bali. Mijn guesthouse is super chill. Yay, ik ben er en ik besef me net wat voor verwend nest ik ben, want ik heb de afgelopen jaren echt bijna alleen maar in all-inclusive resorts gezeten en 1 keer in een hostel. En ik ben eigenlijk wel echt super blij met deze kamer, ziet er echt goed uit. Dit is de badkamer. Ziet er echt, echt heel goed uit. Ik ben er echt heel blij mee. Maar weet je wat ik dus heb dan? Ik schaam me gewoon voor dit. Ik dacht, hè? Maar waar is mijn handdoek? En waar is mijn water? En wanneer kan ik eten? Het is echt heel erg. Daarom is het goed dat ik deze trip doe. Even weer back to basics. De eerste dag ontmoet ik ook meteen Ilem, een beautygloss lezeres, wat super fijn landen is. Weet je, ik had het misschien iets meer geromantiseerd in mijn hoofd. Heel leuk, alleen reizen. Maar als je dan toch echt alleen op het vliegtuig stapt en landt en dan helemaal je eigen weg moet gaan zoeken, dan voel je gewoon heel eventjes verloren. En het was zo fijn dat ik gewoon de eerste dag meteen al met Ilem kon optrekken. De volgende dag joint mijn broertje ons. We brengen de meeste tijd door op het strand. Daarna begint het ook nog eens te regenen, wat helemaal niet erg is, want het is gewoon super warm en eigenlijk juist wel grappig om zo door de regen te lopen. Indonesië is natuurlijk sowieso een walhalla als je van lekker eten houdt. En dat doen we dan ook volop. Hallo, Tempe Paradise. Daar ben ik echt heel blij mee. Ze hebben weer een kindje. By the way, als je je afvraagt, hoe doe je dat dan precies met veiligheid? Ik heb van mijn backpack heb ik een soort kluis gemaakt door hem vast te ketenen aan het bed. Dat bed is best wel zwaar, kan je niet zomaar optillen. En daarnaast heb ik slotjes op alle ritsen van mijn backpack. Daarin zit mijn paspoort, mijn laptop, mijn camera. En natuurlijk heb ik door de kamer heen heb ik ook wat geld verstopt in bijvoorbeeld mijn jo's en broeken en die dan weer opgerold. Ook heb ik een deurstopper. Zeker als ik straks weer alleen ben, dan is dat heel erg fijn. En ik heb een alarm onder mijn kussen. De hele dag door neem ik ook een fluitje met me mee. Ik heb begrepen dat het vooral heel handig is om wilde dieren van je af te schrikken. En daarnaast heb ik ook duct tape mee om kieren in ramen af te dichten. Dat is ook tegen muggen, maar ook
spinnen en slangen en weet ik veel wat voor gekke andere beesten. Het gaat me gewoon niet gebeuren dat ik met een of andere creepy crawler naast me wakker word. Kijk, als iemand echt je spullen mee wil nemen, dan kan je daar natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Maar ik doe in ieder geval mijn best om mezelf en mijn spullen zoveel mogelijk te beschermen. Dat was mijn afgelopen week. Ik ga nu weer aan het strand chillen. Morgen gaan we weer naar een ander eiland, Nusa Lembongan. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En vervolgens staan de Gili's op de planning. Ik heb er heel veel zin in. En ik ga kijken wat ik voor aanstaande week voor je kan filmen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.